Goedenavond en welkom bij de nabeschouwing van de wedstrijd tussen STVV en KV Kortrijk. Samen met de beide coaches kijk ik even terug naar deze wedstrijd. Ik start met de coach van de tegenpartij, meneer De Boek. Welkom, wat is uw analyse van deze wedstrijd? Goh, ik denk dat we een moeilijke eerste helft hebben gehad. Ik denk dat het ook een klein beetje te maken heeft met het feit dat je maar één keer per seizoen op een kunstgrasveld een wedstrijd moet bekampen. Er is al veel over gezegd geweest, maar het blijkt toch elke keer de waarheid te zijn. We hadden heel veel balverlies. Daar waren we op het veld van Kortrijk zelf, dat ook heel moeilijk ligt toch. Vorige week tegen Racing Genk goed voetbal hebben gebracht, maar hier waren de balcontroles en de inspeelpasses net iets te ver of niet goed. En dan, ja, ik heb voor de wedstrijd tegen mijn ploeg gezegd van Sint-Truiden is een van de betere ploegen waar we dit jaar al tegen gespeeld hebben sinds ik coach ben van Kortrijk. En dat bleek ook te zijn. Ze ontwikkelden heel veel snelheid. En ja, ze hadden eigenlijk wel een doelpunt voor de rust verdiend. Daar waar wij die kans die we krijgen toch afmaken. En dan moet je daar gelukkig mee zijn. Heb ik mijn spelers gezegd van kijk, we moeten gewoon meer voetballen. We moeten durven voetballen. We durven dat bij ons thuis. Dan moet je dat hier ook doen. En dan hebben we dat de tweede helft wel gedaan. En dan spelen we denk ik een hele goede tweede helft. We hadden het misschien iets sneller en iets beter moeten uitspelen naar het resultaat toe. Omdat we toch nog wel die kansen hebben gehad. Maar ik denk al bij al, op basis van de tweede helft kun je dan zeggen dat de overwinning verdiend is. Alhoewel dat ik ook vind dat Sint-Truiden deze wedstrijd absoluut niet verdiende van te verliezen. Dank u wel. Jonas, voor jou dezelfde vraag. Jouw analyse van deze wedstrijd? Ja, nee. Ten eerste is proficiat aan Kortrijk voor de overwinning. Ja, er is inderdaad veel discussie geweest over de laatste tijd over kunstgras en niet. Ik denk, als je sommige velden ziet, denk dat toch een speler leuker is om te spelen op een veld waar een bal niet links en rechts botst en de bal mooi recht doorloopt. Ik denk als je de nodige techniek hebt, dat je dat wel kunt, een goede controle hebt. Dus ik denk niet dat dat deze dag een veel een groot nadeel is voor veel ploegen. Dus ik denk niet dat dat een discussiepunt moet zijn. Maar ik kan wel beamen dat de eerste helft dat we heel goed wedstrijd spelen, dat we heel goed starten. En dat we de kansen die we creëren inderdaad niet afwerken. En dan zie je dat Kortrijk momenteel de ploeg een beetje in een goede schwung is. Ze zijn heel goed op de counter. Spelen ze heel goed uit. Dat is hun sterkte, kwaliteit. Dat mag ook gezegd worden. En dan zie je de eerste kans direct doelpunt is bij hun. En dat geeft natuurlijk hun extra vertrouwen en vleugels. Maar we hebben gezegd met de rust van we blijven spelen jongens. De kansen zullen komen. En dan kom je goed uit de kleedkamer. Probeer je terug op dezelfde manier te voetballen. En dan valt de 0-2. Ik weet niet of ik de enige ben die dat gezien heeft, maar ik vond toch een moment dat het gebeurde, had ik toch mijn twijfels over de manier dat de bal gecontroleerd wordt. Oké, 0-2. En dan ik kan de jongens niks verwijten, ze zijn er blijven voor te gaan. Dan moet je meer risico nemen naar voren toe. Dan moet je wel iets meer ruimte prijsgeven. En dat is de sterkte van Kortrijk. Die ruimte kunnen ze goed bespelen, zeker op de omschakeling. En dan is er een fase in de 16 dat ook terug niet in ons voordeel valt. Dat misschien wedstrijd kan gaan doorkantelen, maar oké, uiteindelijk ik ben ik tevreden over hetgeen dat we zeker de eerste uur gebracht hebben, dat ons heel veel kracht gekost heeft. Maar het Kortrijk was veel efficiënter vandaag, dat kunnen we toegeven, dat was nu eenmaal zo. En, nu moeten we terugwerken naar de volgende wedstrijd. Dus het was een van die dagen dat het heel moeilijk was om dat doelpuntje te scoren. Goed, dank u wel. Ja, de volgende wedstrijd is dus op verplaatsing bij AA Gent. En de volgende thuiswedstrijd zal zijn tegen Anderlecht op vrijdag 16 februari. Graag, tot dan.